Ik heb volgens mij de beste Ralf Seuntjes van mijn leven gezien. Ja, ik weet wat ik kan en het wordt wel eens onderschat. Maar ja, bij Telstar vorig jaar heb ik het ook laten zien en daarvoor ook. Dus ik weet gewoon dat ik dit niveau kan halen en ook kan vasthouden. Dus, Seuntjes achter de bal en scoort nu zijn eerste doelpunt voor VVV Venlo. Een hat-trick in 2016. En hopelijk gaan we een mooi seizoen gaan maken. Hunter goed meegegeven, Seuntjes! Door Seuntjes. Seuntjes haalt hij dat nog? Krijgt hem toch nog mee? En dan is het 2-0. En hoe krijgt hij hem dan mee? Hoeveelste bal is dit, seizoen voor jou? Ja, dit seizoen pas de eerste. Dus dat gaat wel beter. Maar we zijn er niet minder blij mee. Wat de bal, Poku en de redding van Hamburg is. En dan is daar de 2-1. En is het Ralf Seuntjes die scoort. Hij heeft er wat later al zoontjes voordat hij het feest gaat vieren. Maar hij is nu los. Zoontjes, zoontjes, zoontjes! Zo, het is toch 3-1. Nu gaat Zoontjes de Eredivisie in. Ja, ja, zeker. Dat zou zo maar kunnen. VVV, de terechte kampioen van de Jupiler League in het seizoen 2016-2017. Nummer 9, Ralf! 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 Verlengd en ingekopt. En het is Seuntjes. Die scoort zijn eerste in de Eredivisie en VVV leidt. Schot van Van Krooij van richting Van Aanholt. Vliegt er zomaar in van Seuntjes. Seuntjes. En daar is de openingstreffer voor VVV. Ralf Seuntjes. En Seuntjes.